mag maar even goedemiddag zeggen, want het is niet opgenomen. Ja? Practicum is duidelijk, practicumomschrijving is duidelijk. Ik heb stoel. Ja? Nou, we gaan het hebben over stroomspiegels, current mirrors. We gaan het hebben over verschilversterkers, differential pairs. We gaan het hebben over frequentieanalyse, hoogfrequent, laagfrequent, midband gain. Van simpele BJT en MOSFET circuits. Dus dat is eigenlijk een opgave. Er staat meer in handouts, want er staat ook niet over quantified fysica. Dat wordt niet getoetst, dat is meer een achtergrondinformatie. Ja? Dan gaat het bijvoorbeeld over gaten en elektronen, over donoren en acceptoren. Dat hoef je helemaal niet te kennen. Het is meer over het idee van, nou, wat zit het allemaal, hoe zit het allemaal. Nou, we hebben vaak gewerkt met spanningsbronnen, maar we hebben niet echt veel gewerkt met stroombronnen, meer in simulatie. Zal ik het even voor jou pakken? Ja. Want als je daar doorheen moet, met al die... Die MZ zo. Ja? Dus we hebben spanningsbronnen. Daar hebben we vaak mee gewerkt, ook in lab. En dat is ook een beetje vertrouwd. Maar stroombronnen, dat hebben we eigenlijk niet echt vaak aangeraakt. En in het lab heb je dat ook, denk ik, niet. Van nou, pak even een stroombron van zoveel ampère of zo. Maar toch is het wel afval handig. En dat is ook vaak handig in een IC. Want als wij met een IC willen ontwerpen iets, dan gaan we niet op spanning, maar op stroom ontwerpen. Want dan bijs je hem eigenlijk op stroom. Ja, dus dan zeg je van, nou, ik heb een condensaat of een BJT-schakeling nodig met een bijstroom van 1 mA. Dat betekent emitterstroom moet 1 mA hebben. Dat is eigenlijk wat je eerst ontwerpt. Maar dan moet dus eigenlijk een stroombron gemaakt worden. Nou, stroombron, dat kun je heel simpel doen. Dan kun je zeggen, dit is een stroombron. Kijk, laat ik even daarmee beginnen. Spanningsbron maak je. En dan zeg je van, nou, ik heb hier twee weerstanden. Nou, ik heb een stroombron. Kijk, hier loopt een stroom doorheen door de weerstand. Wat is nou het probleem hier? Welk probleem heb je nou hier? Zeg je? Afhankelijk van je belasting. Ja, dus wat hier aan hangt. Dus nu is het onbelast. Nou, dan komt er een stroom doorheen. Belast, andere stroom doorheen. Dus continu afhankelijk van de omgeving, toch? Dat is een beetje een probleempje. Nog meer probleem is de weerstand. Dat gaat natuurlijk variëren met de temperatuur. Ruist. Ja, heel erg. Dus we willen eigenlijk hier heel erg stabiel hebben. Dus er moet een stabiele stroombron komen. Dat betekent eigenlijk, de stroom moet eigenlijk constant blijven. Onafhankelijk van temperatuur, onafhankelijk van allerlei andere effecten. Dus als ik hier een belasting heb van, even zeg maar heel bruut gezegd, 1 ohm tot 1 mega ohm, dan moet eigenlijk dit zo min mogelijk gaan veranderen. Nou, wat is dan de ideale stroombron? Uitgangsimpedantie is... Iedereen is daarmee eens? Stroombron heeft een uitgangsimpedantie van 0? Nee. Ja. Ja. Tuurlijk, want dit is ook de stroombron die we altijd tekenen, toch? Netwerktheorie. Want waarom is het eigenlijk oneindig? Dit is de RI bijvoorbeeld. Als het nou wel een bepaalde weerstand had, en je sluit hier bijvoorbeeld een belasting aan, dan loopt een klein stuk toch hier doorheen. Maar ik wil daar juist 0 ampère doorheen. Ja, dus dat is eigenlijk de... Bijvoorbeeld hier is de, laten we toch even DC doen. Als het bijvoorbeeld 1 teraohm is en je sluit hier 1 kilo, dan gaat de meeste hier doorheen. Ja, maar als dit bijvoorbeeld 100 kiloohm is en je sluit hier 100 kiloohm, dan gaat de helft daar naartoe, de helft daar naartoe. Ja, dan ga je al nat, bij wijze van spreken, voor een deel. Dus het wil je zo groot mogelijk hebben. Dus dat gaan wij dus niet doen in deze configuratie, maar dat doen wij in configuratie bijvoorbeeld met transistoren. Dus hier hebben we in Lela gehad, dat is nu een uitbreiding hierop. Dus we gaan met 3, 4, 5, 6 transistoren op elkaar, naast elkaar, onder elkaar. Ja, gewoon in welke configuratie dan ook. Gaan we dat even doen. Dus dit ga ik even wegvegen. Dit is eigenlijk een beetje intro van wat hier het probleem is. Het probleem is dus, zoals eigenlijk net al beroemd is, de verandering in de weerstand, et cetera. Ja. Ik heb nog een andere circuit. Dit is ook wel denk ik vertrouwd. Dit is bij In Lela ook besproken. Er zullen nogal mensen denk ik die nachtmerries hebben van In Lela. Maar goed. Ik kijk helemaal niet aan hoor, Westie. Wat zie je het probleem met biasing, laat ik zo zeggen. Met
Ik heb hier twee weerstanden. En ik heb hier nog een weerstand. Het is eigenlijk zo'n klassieke schakeling. Dit is ook een biasing, toch? Maar toch is er weer een probleem. Wat is het probleem hier weer? Want je wilt hier een spanning creëren door deze twee weerstanden. Die spanning die zorgt ervoor dat er eigenlijk weer een stroom loopt. Et cetera, et cetera. Maar welk probleem heb je dan weer? Dit punt. Dat noem ik even x. Veranderlijke stroom door de base heen. Ja? Naar de, in dit punt. Ja? Maar dat, waardoor? Waardoor is het afhankelijk? Van de collectorspanning. Collectorspanning? Ja, stroom. Stroom. Dus de stroom hier doorheen is afhankelijk van? Collectorstroom, dat is de collectorstroom toch? Dit is toch de collectorstroom? Dit is toch de collectorstroom? Ja, die is afhankelijk van de B-stroom. Dus, hoe is die relatie? Dus jij zegt IC, de collectorstroom, dus hier doorheen loopt. Wat is deze relatie? Daar is een formule voor. Exponentieel. Even een hint. Exponentieel. Dat hoef je niet uit je hoofd te weten, hè? Maar het staat op het formuleblad. Dat is een exponentieel formule, daar zit een bepaalde factor, dat noemen ze IS, dat noemen ze verzadigingsstroom, oftewel schalingstroom, scaling current. En even om 8, even kijken. Ja, klopt. VBE, en nu ben ik heel in een DC bezig, gedeeld door VT, dat is dus de thermische spanning. Nou, je ziet eigenlijk al hieraan, dat is het zaak afhankelijk van temperatuur. Waarom? Want dit is afhankelijk van temperatuur. Hoezo is dat afhankelijk van temperatuur? De formule voor VT, wat is die VT? Formule? Iedereen kijkt maar van, nou, maar zeg het maar. Wat is de formule voor de VT? Oké. Okay. Beetje boekje lezen, jongens. Dit is het tof. Kijk, hier is de temperatuur. Hier is de temperatuurafhankelijkheid. Ja? Dit is ook afhankelijk van temperatuur. IS is ook temperatuurafhankelijk. Dus ik heb hier temperatuurafhankelijkheid, de bas van temperatuurafhankelijkheid. Ja? Je kan wel zeggen, ja, maar net als er mag een bal uit. Temperatuurafhankelijkheid. Ja, maar een IC wel. Ja, en normaal gesproken ook, als wij zo meteen het lab gaan meten, dan meten wij met een IC. Zit er 4 of 5 transistoren in, dan moeten jullie stroombronnen gaan maken, verschilversterkers gaan maken. In een IC'tje. Gewoon 5 stuks bijvoorbeeld. Als je dat los zou doen met losse transistoren, dan gaat die goed. Die transistoren moeten ook op elkaar heel erg goed gematcht zijn. Dat heeft te maken met die transistoreffecten en ook die temperatuureffecten. Dus die temperatuureffecten die elkaar dan moeten beïnvloeden, of gaan beïnvloeden, die moeten zo min mogelijk zijn. Dus de matching is heel erg belangrijk. 1 of 2 transistoren aan elkaar matchen, los, dat is heel moeilijk, discreet vorm. Dus daarom moet het in de IC. Ik ga even hier verder. In de zin van, ik ga nu VBE uitdrukken. Hier, wat is de VBE? Hier. Basis emitter spanning. Dus een spanningsdeling van. Ja, toch? Dus ik heb een spanningsdeling op dit punt. VCC R2 delen door R1 plus R2. Ja. Als we nou beschouwen bijvoorbeeld, we kijken puur naar het effect van deze twee weerstanden. Ja? Als we daar bijvoorbeeld naar kijken. En deze zeggen we bijvoorbeeld, dit gaat richting 0. Dus schouw dat het even richting 0 gaat. En het gaat ook even richting 0. Maak even dat stukje even lekker simpel. Dan hebben we eigenlijk alleen maar deze twee weerstanden. Dus wat staat er op de VBE? Dan is het eigenlijk van daar naar daar naartoe, is eigenlijk de spanning van daar naar daar naartoe. Dus wat heb ik dan? R2 delen door R1 plus R2. Keer wat? VCC. Ja, dat is de spanning die ik eigenlijk heb. Oké. Goed. Ik heb hier ook, dus dit is niet waar, deze pijl moet hier weg. Ik heb hier ook die VBE, en dat ga ik nu wel eruit halen. Dat doe ik even hier. Hoe kan ik dat opschrijven? Beetje wiskunde. VBE is. Fijn als jullie meedoen. IC door IS. LN en dan VT keer dat. Toch waar? Of is het fout? Klinkt goed. Klinkt goed. Ik moet dus gelijk zijn aan dit. Okay.
Dus ik kan ook gewoon dit weghalen. Dan heb ik dus dit gelijk aan dat. Nou, zie je nou eigenlijk hier dat dan wel de transistor, oftewel de stroom die hier doorheen loopt, IC, afhankelijk is van temperatuur. Ja. Want dit stukje is KT gedeeld door Q. K voltspansconstante, Q lading, temperatuur in Kelvin. En hier IC, dat is gewoon de stroom die je wilt. Maar hier heb je ook weer zo'n term die ook weer van temperatuur afhankelijk is. En weer deze term. Maar we hebben nog meer problemen, want die weerstanden kunnen ook continu veranderen. En dit kan ook een ripple hebben. Dus we hebben veel probleempjes. Dus wat wil ik eigenlijk met deze vergelijking laten zien? Dat dit eigenlijk helemaal geen goede stroombron is. Oftewel goede bijzing. Dat hebben we wel continu natuurlijk beloofd. En aangegeven in Lela. Goeie, stabiel, gaat door, niks aan de hand. Ja, tot dit punt. Ja. Koen. Wordt dan hier R1 niet achterwege gelaten? Waarom? Heb ik R1 achterwege gelaten? R1. Ja, ik heb gezegd dat er gaat 0. Ik heb even eerst het gezegd, want dit is een beetje herkenbaar in Lela. Als ik dit zou weglaten, zou ik misschien zeggen waar kom ik vandaan. Dus ik heb even dit getekend, daarna heb ik het weggehaald. Dus in principe kun je het gewoon kost laten zien. Kostsluiting, twee weerstandjes, et cetera. Okay. Nu gaan we naar een stapje verder. Dan gaan we ook bijvoorbeeld naar een MOSFET kijken. En daar ga ik gelijk de RD en de RS weghalen. En kijken of daar wat aan gebeurt. Ja, dit komt ook wel denk ik bekend voor. Deze weerstand, die is hier aan verbonden, en nog een weerstandje. En ik heb hier R2, ik heb hier R1, en ik heb hier punt X. Oké, dat is ook herkenbaar, hè? Nou, dan heb ik weer die RS en de RD even weggehaald, want anders zou ik het hier ook gaan zetten. Ja. Nou, als we nou hier bijvoorbeeld weer die vergelijking gaan opstellen, maar dan voor de drainstroom, want dat is eigenlijk wat we willen. Daar willen we de collectorstroom, hier willen we de drainstroom. Wat is drainstroom? Dat was die half keer K met mu n, maar dat is eigenlijk bij elkaar allemaal Kn. Dat is een hoofdletter Kn. Dus Kn, ik schrijf het hieronder. Kn is gelijk aan half keer mu n, dat hele business. Ja, dat was die hele vraag. Dus wat is dit dan? Dit is threshold, hè? Geen tegenen. Dat is die VGS, dat is de spanning tussen deze twee pinnen. Kn is een bepaalde factor, dat krijg je van mij. Of je moet het uitrekenen, gegeven dit. En dit geldt alleen maar voor verzadiging. En saturation, zeg maar. Dit geldt alleen daar. Oké. Dan heb ik dit. Nou zeg ik, hem wacht eens even, VGS op zijn beurt. Wat is VGS op zijn beurt? Weerspanningsdeling. Wat is dat VGS? R2 delen door. R1 plus R2 keer VDD. Nou ga ik dat daar invullen, dat is in de eerste vergelijking. Dus de tweede vergelijking pak ik, vul ik hem in de eerste vergelijking. Wat krijg ik? ID is gelijk aan Kn. Zeer. Probleempje? Dat is een oxidecapaciteit per meter. Dat is een gegeven. Ja. Okay. Als we nou hier kijken, bijvoorbeeld, welke problemen kunnen we hier herkennen? Want we hadden hier wat probleempjes. Temperatuurafhankelijkheid, weerstanden kunnen veranderen, voeding kan fluctueren. Kan iemand wat probleempjes hier noemen? Want ID moet zometeen wel constant zijn, hè? Zo goed als, bijvoorbeeld 99%, laat ik zo zeggen. Dus 1% fluctuatie, nou, daar kunnen we misschien nog mee leven. Er kan een rimpel zitten in PDD. De weerstanden kunnen ook weer afhankelijk zijn van temperatuur. Nog één, we hebben nog één. We hebben hier iets over IS continu genoemd. Ja. Wel dit. Maar daar hebben we de threshold. Wie zegt dat threshold constant is? En die is ook temperatuurafhankelijk. Dus we hebben eigenlijk ook hier drie problemen. En continu
stuit op die problemen. Dus wat je eigenlijk zou willen hebben is een schakeling waarbij al die termen wegvallen tegen elkaar. En een mooie verhouding is in simpele, heel robuuste parameters. Robuust mogelijk, laat ik zo zeggen. Want als ik een verhouding moet maken tussen het threshold van die ene en de threshold van die andere, als het continu verandert, fluctueert, dat is een hele onstabiel stroombron. Ik zou beter, dat zou ik zeggen, ik zou threshold niet nemen, maar juist de weerstand voor verhouding. Of andere verhoudingen. Ja? Als je een keuze zou moeten maken. Dus in dit geval hebben we ook een aantal probleempjes. Dit is ook geen goede stroombron. Dus ik heb twee voorbeelden gegeven die niet goed zijn. We moeten even een referentiekader schetsen. En dan komen we natuurlijk naar wat betere voorbeeldjes. Dus VGS was dit. Ook al is dit stabiel genoeg, dit kan niet zeg maar stabiel blijven door de temperatuur verandert. Zo niet goed. Nou, toch maar een andere. Nou, wat gaan we dan doen? Nou, dat is het hele verhaal van stroomspiegels. Deze kan weg. Dus we gaan spiegelen. Je pakt een spiegel, een transistor, en je spiegelt hem. Dan heb je een stroombron. En dat doen we elektronisch. Elektronisch spiegelen. Ja, dus het schema is er zo uit. Je hebt een stroombron. Die maak je zo goed mogelijk. Dat noem je een referentiestroombron. En die kopieer je eigenlijk naar waar je wilt. Bijvoorbeeld hier. Of daar, of daar, of daar, daar, daar. Ja? En die kopieeractie, dat gaat dus in bepaalde factoren. En die factoren, tussen deze en deze, dus de factor, dat is afhankelijk van heel stabiele zaken. Bijvoorbeeld de lengte van een transistor, gedeeld door de lengte van die andere transistor. Dat kun je heel makkelijk instellen in de chip. Of de breedte van een transistor, gedeeld door de breedte van die andere transistor. Dat kun je ook heel makkelijk instellen. Maar threshold, of de weerstand, dat gaat continu veranderen. En dat wil je natuurlijk niet hebben in een chip. Dat continu verandert. Dus hier zit je met een IC of e-copy. In het Engels opgeschreven. Dus deze is gelijk aan die, als het 1-op-1 verhouding is. Je kunt dus ook vermenigvuldigen, maar je kunt ook schalen. Je kan zeggen, ik wil het 1/3 van dit hebben. Ja? Dus je kan vermenigvuldigen en je kunt schalen. Dit, zeg maar het ontwerp van dit, dat kun je heel ingewikkeld doen. Er zijn ontwerpen hiervan met heel veel transistoren. Maar wij kijken weer naar een wat rustiger ontwerp. Dus we gaan hier kijken voor maximaal 3 of 4 transistoren. Ja, voor het maken van deze. Dat is al rustig, toch? Denk ik. Ja. Dus dat is eigenlijk het eerste. Dus schematisch wat we gaan doen. Dus hier is eigenlijk een circuit die het zaken kopieert naar de andere kant. Nou, omdat het mirror is, dus kopie, wat je daar hebt, moet het eigenlijk gespiegeld zijn aan de andere kant. Als ik een transistor zo teken, dan kun je zeggen, nou, ik heb een transistor zo getekend. Hoe moet de transistor aan deze kant zetten dan? Nou, ik teken als een blokje. Dan zien we wel wat in het blokje moet komen. Ja, en hier is die kopie, hè. Hier is die kopie. Dus die kopie. En hier loopt mijn IREF. Ja, hier. En dat is de voeding, en dat is de voeding. Maar ik heb hier iets weerstand te doen. Geen weerstand. Ah, er is een ground shift tussen zo. Wat kunnen we hier doen? Vraagteken. Ronald, is het vast? Ja, ik weet het. Nee, ik heb niet precies hetzelfde zin. Heb je dat? Ik heb net op een spiegel gezet. Spiegel. Spiegel, spiegel, natuurkunde. Ja. Hoe gaat het ook weer zo? Ik ga niet eens tekenen, man. Zo, dat is een spiegel. Ja, toch? Dat is een spiegel. Dus wat moet ik dan doen dan hier? Ja, fantastisch. Gaan we even omkloppen dan. Oké, wat gaan we doen? Zo. En hier is zeg maar een of andere stroombron die ik dan ontwoord heb. Hier referentie. Ja, is het probleem opgelost?
Want dat is wel een verbinding, hè, hier. Dus ik gewoon transistor, gewoon back-to-back. Welke problemen hebben we hier? Of welke problemen hebben we niet? Nee, kom niet maar. Is het opgelost? Heb ik nou een hele stabiele stroombron? Zal ik nadenken hierover? Er gebeurt niks. Hè? Wat zeg je? Van de basis gebeurt niks. Waarom niet? Ja, potentieel. Dus dan moet je misschien daar nog niet. Ja, het is aan de basis gebeurt geen bal, hè? Dus, wat moet ik dan doen dan? Tussen. Ja, maar wat je zegt klopt wel. Er gebeurt natuurlijk niks omdat er geen, op de basis geen spanning gecreëerd wordt, bij wijze van spreken, of stroom ingejengd wordt. Dat klopt. Dus er moet iets gebeuren, zodat zeg maar daar stroom in gaat. Dus je hebt wel natuurlijk wel gezien, maar je hebt je conclusies gewoon correct, weet je. Dus dan zeg je van, nou, er moet iets gebeuren. Dus wat dan? Nou, een of andere manier iets. Nou, laten we dit doen. Dat is een optie. Ja. Oké, dus zeg oké, de stroom die hier geïnjecteerd wordt, dus met dit wat je dus zelf heel mooi hebt ontworpen, dat injecteer je hier, dat splitst zich in de basisstromen, twee basisstromen en de collectorstroom van de ene transistor. Wat staat hier mooi aan? Nou, de basis-emitterspanning die je hier hebt, is gelijk aan de basis-emitterspanning die je daar hebt. Dus je kopieert eigenlijk door de stroom te injecteren. Creëer je spanning, die spanning die je hier hebt gecreëerd, die bied je aan een andere transistor en die creëert weer een stroom. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus je begint met stroom, je maakt spanning, je kopieert naar de spanning en je maakt stroom. Het spiegelen, dus eigenlijk begin je van in, uit, uit, in. Ja. Zo. Dus even schematisch, je gooit IRF in, je maakt VBE, maar VBE gaat weer hier kopie maken. Dat gaat dus volgens de ene formule, de exponentieel verband. Wat was de exponentieel verband? IC is gelijk aan IS keer e tot de macht VBE delen door VT. En ik zei van ja, er moet toch iets gebeuren aan die temperatuurafhankelijke termen. Die moeten weggedeeld worden. Dat is de vraag. Dus als ik nou I kopie wil hebben, I kopie, gedeeld door IRF bijvoorbeeld, dan moet ik hier een heel mooie verband hebben in de zin van, ja, zo constant mogelijke parameters. Wat kunnen we dan doen? Nou, kun je dit zeggen, toch? I, als we nou Q1 noemen, dit noemen we Q2, van transistor 1 en transistor 2. IC1, dat is natuurlijk niet dit, hè? Maar stel, we nemen aan dat de stroom hier doorheen gaat, veel minder is dan de stroom die hierin gaat. Ja, want de basisstroom, toch? Die is beta keer kleiner. Oké, dus als we dat aannemen, dus als we nou aannemen dat I basis richting 0 gaat, voor beide transistoren, dan is IC1 gelijk aan IS1 keer e tot de macht VBE1 delen door V threshold van 1. Next. IC2 is gelijk aan IS2 keer e tot de macht VBE2 delen door VT2. En deze twee transistoren zijn gematcht. Dus ik zeg gewoon Q1, dat schrijven we zo op. En ook toets schrijven we het zo op. Dat betekent die zijn gematcht. Die hebben dezelfde parameters, dus van beta hebben ze hetzelfde. Dus te lezen. Wat gematcht was? Gematcht betekent Q1 is gelijk aan Q2. Oh, ja. Maar ik heb hier nou een stroom. IC1 voor die ene transistor en IC2 voor die andere transistor. IC1 is in principe IRF. Omdat ik geen basisstroom heb. Want deze stroom is IC1 en deze stroom is IC2. Ja, omdat ik geen basisstroom heb, loopt alle IRF hier doorheen. Ja, nou kan ik dus een verhouding maken tussen IC2 delen door IC1, oftewel I kopie delen door IRF. Ja. Wat is de verhouding dan? Ja, die verhouding is alleen maar afhankelijk van. Kun je hem al zien? Deze twee formules op elkaar. Je deelt ze weg. Wat blijft over? Wat zeg je? IRF blijft over. Deze zijn hetzelfde. VBE zijn hetzelfde. Dat is gewoon
fixed. Als de VT ook VT1 zijn hetzelfde. Ja. IS. Die zijn anders. Die kun je anders maken, laat ik zo zeggen. Door wat? Nou, deze IS2, die kun je dus veranderen met bijvoorbeeld de breedte en de lengte van je transistor. Dat is heel makkelijk te controleren in een chip. Dus je kan zeggen, hey, dit is eigenlijk gelijk aan IS2 deel door IS1. En ik heb hier natuurlijk allemaal termen die natuurlijk barsten van temperatuurafhankelijkheid, maar dat gebeurt ook beneden. En die gaan tegen elkaar weg. Dus ik heb hier eigenlijk een bepaalde factor, A, dat noem ik oppervlakte van de ene transistor, bijvoorbeeld 2, delen door de oppervlakte van die andere transistor. Dus ik heb nu een oppervlakteverhouding. En ik heb een heel mooie en heel constant, nou constant, veel constanter dan de andere transistorcircuits die ik net heb behandeld. Ja? Dit is eigenlijk de hele configuratie daarachter. Oké. Dit noemen ze ook wel diode, zeg maar, geconnecteerd transistor, want het is eigenlijk als een diode aangesloten. Hier zitten eigenlijk die drie pinnen, die zijn eigenlijk tot 1 of 2 pinnen gereduceerd, want die collector en de basis zijn gewoon 1 pin. Het is geen 3-terminal, zeg maar, device meer, maar 2-terminal, 2 pinnen. Oké. Wie heeft hier problemen mee? Wie zegt van, nou, dit stukje is toch wel een beetje vaag? Je kan natuurlijk dit niet in het lab gaan ontwerpen, bij ons dan, hè? Wel bij daar, niet hier. Wat moeten wij dan doen? Nou, wij kunnen bijvoorbeeld het volgende doen. Als wij nou 2 dezelfde transistor hebben, exact hetzelfde in een chip, dan kunnen wij zeggen, pak nog een transistor, zet hem parallel daaraan, heb je een 2 keer grotere oppervlakte. Dus 2 keer grotere stroom. Voorbeeld. Ik ga nou bijvoorbeeld zeggen... Maar dat kunnen we hier beneden niet doen. Beneden, ja. Dat zijn 2 verdiepingen. Als ik dit gewoon direct daar naartoe koppel, wat ik hier injecteer, krijg ik eruit. Maar dat is niet echt spannend, want wat ik erin gooi, dan ga ik eruit krijgen. Nou, had ik ook net zo wat direct erin kunnen gooien. Dat is een beetje zonde van al die transistoren. Zou je zeggen. Maar je kan ook zo zeggen, nou, ga dat gewoon parallel zetten, 2 transistoren naast elkaar. Parallel, niet onder elkaar. En dan ga je dit met elkaar verbinden. En dan maak ik hier een nieuwe knooppunt. En dan zeg je, dat is mijn stroom die ik wil. Maar dat is het dubbele van deze. En hoe moet je dan schalen dan? Want je zegt wel, ja, nu heb ik het 2 keer groter gemaakt. Maar ik wil ook wel 2 keer kleiner hebben. Of 5 keer kleiner. Of 2/3 deel. Dat soort dingen. Veel van die rare getallen. Wat zeg je? Nee, geen weerstand. Nee. Die zijn op. Nee, als we nou de helft willen hebben, dan zouden we kunnen zeggen, maak deze transistor gewoon dubbel. Ja, 2 parallel en ga dat koppelen naar 1 transistor. Ja, dan maak ik gewoon dit. Omdat nou continu dat teken daarvan, zeg maar, irritant is, wat zeggen we? Dit zeggen we, dat is gewoon 2 keer A. 2A unit, een of andere transistor unit, A0 bijvoorbeeld. Want je hebt gewoon een transistor en dat koppel je hier naartoe. Dat noem je gewoon A0, eentje. Dat betekent de helft daarvan van dat. Dat betekent dus, dit is dan gewoon bijvoorbeeld I2, dit is dan bijvoorbeeld IREF. Wat heb ik dan? I2 is gelijk aan de helft van IREF. En daar was het I2. Als deze naar I2 even genoemd wordt, dat is het dubbele van IREF. Dit geldt ook voor een MOSFET. Niet alleen maar voor BJT, zo kun je het ook MOSFET doen. Puur serie zetten. Je kunt het ook op elkaar zetten, maar dan heb je andere karakteristieken. Dan krijg je hogere uitgangsimpedantie, etc. Okay. Goed. Ja. Dat is dat. Waar is de klok? 18 uur. Dan zijn we al bezig. Half uurtje, ongeveer zoietsje. Goed, even kijken. Waar gaan we naartoe?
Ja, laten we even een voorbeeldje bekijken. Dat is misschien handig. Zullen we even een voorbeeldje doen? Met ontwerp van een stroom. Kom, helemaal weg. Zijn er vragen hierover? Moet ik even nog wat zaken herhalen? Nader toelichten? Nee, niet. Wat je boven doet, is van twee transistoren en dan kijk je naar twee keer. Dus onderschiet 2 aan 0. Dat is gewoon een transistor met een... Ja, je moet zo bekijken. Ik heb een transistor, maar dan zet ik hem naast elkaar, parallel dus. Yeah. Dan heb ik twee keer groot oppervlakte. Dat betekent dat er twee keer meer stroom doorheen. Okay. Maar dan pak ik maar eentje van. Dus ik kopieer het in principe voor de helft. Want soms wil ik de helft ervan. Soms wil ik hem drie keer. Kun je die uittekenen hoe je dat in het echt dan, hoe die schakeling eruit te zien? Ja, natuurlijk, dat is helemaal niet zo moeilijk. Dat is de ene transistor. Ja. Dat is de andere transistor, dat gaat gewoon door die kant op. Ja? En dan heb je hier. Dan heb je hier de kortsluiting. Hier de kortsluiting. Ja, heb hier gewoon je stroombrandje. Waarom dat je geen zin hebt om als je spoor te tekenen? Precies, als je zometeen 13 moet tekenen, of hier 84, dan kun je beter zeggen 84 keer dit. Want ik kan nou bijvoorbeeld zeggen, ik wil nou 2/3 ergens anders. Wat ga ik dan doen? Dan ga ik hier zeg maar 3 keer plaatsen, dan heb ik een 2/3 deel van daar. Dus als daar bijvoorbeeld 10 microampère loopt, heb ik daar 2/3 van in 10 microampère en daar heb ik 5 microampère. Stel het. Zo kun je dus eigenlijk verschillende plekken verschillende stroombronnen maken. Dat is ook wat er eigenlijk in het oude tentamen staat. Daar kun je eigenlijk naar kijken. Wordt er een vraag gesteld, ontwerp met BJT of MOSFET af en toe. 3 stroombronnen uit 1 referentiestroombron. Ja? Maar die zijn vaak niet echt mooie getallen, weet je wel, 3 keer, 4 keer, 5 keer. Dus dan moet je eigenlijk hier al een beetje beginnen met aanpassen, zo zeg maar dat vermenigvuldiging makkelijk gaat. Laten we daar even een voorbeeldje kijken, misschien helpt dat. Het gaat al netjes. Kwart over de 4 lessen. Even een voorbeeldje. Nou, ontwerp 2 NPN. Stroombronnen. Stroombronnen. Ja, moet ik wel even je BET ertussen zetten natuurlijk. NPN stroombronnen. Van 750 microampère en de andere is 500 microampère uit 1 referentie. 1 referentie. Stroombron van 250. Microampère. Ja, en dan moet ik ook nog gaan tekenen. Teken het zich niet. Het is op zich niet zo moeilijk, want de verhoudingen zijn simpel gedaan. Ja, dus je begint natuurlijk eerst met je referentiestroombron. Dat is dus hier een of andere spanningsbron en hier is je referentie. Nou, dat is dus weer diode connecteert. En daar loopt, wat loopt hier? 250 microampère. Wat wij zeggen, gaat uit. Ampère. Ja? Nou, ik beschouw eigenlijk dat volgende, want dat is een handige manier om het te onthouden. Ik beschouw dat je een stempel hebt. Stempel is gewoon één transistor, nog een stempel, dus een tweede transistor. Dus als ik nou van 250 microampère naar 750 microampère moet gaan, moet ik eigenlijk hier 3 stempels zetten. En Jander moet 2 stempels zetten. Dus eigenlijk kan je zeggen, nou, dat betekent dus dat dit je kan ook van daar van doortrekken. Dus
Dat is ground. Dat is ground. Dat is ground. En dat verbind je aan elkaar. En dat gaat hier doorheen. Ja, hoeveel is dat? 3 mal. Ja, dat is de 3 mal IRF. Dat is dus 750 micro paar ampère. Dus dit is dan. Hoe komt u de fala zeggen? Ik weet niet wat ik heb. Maar... te veel met filters gereden. En dan heb ik hier dit. En de volgende is dan. Ja, wie heeft hier problemen mee? Snap iedereen dit? Simpele vraag hoor. Ontwerp. En dit kun je dus krijgen. Niet zo simpel, maar dat kun je krijgen. Mooi! Nou, even een vraag voor jullie dan. Kunnen jullie misschien even dat uitpuzzelen? Ga ik het weer opschrijven, voorbeeld. Ik heb weer de verkeerde blauwe. Kijk waar het voorbeeld was. Ja. Ontwerp. Dit keer. Ja, weer 2. 2 MPN. BET stroombronnen. Van hoeveel? Ja, 50 micro ampère en 500 micro ampère uit 1 referentie stroombron. Van 200. Ja, tegen het circuit. Het is vaak op een toets is dat eens vraag zo. Je komt zo, doe dit, teken het, laat alles zien. Ja, kassa, zeg maar. Ja. En meestal hebben het ook wel goed, dus hier hebben weinig mensen problemen mee. 80% gaat, ja, 70% laat ik zo zeggen, een beetje voorzichtig. Dat gaat goed. Gaat vaak fout bij differential pairs, maar goed. Ja? Nou, doe maar even. Kunnen we even kijken hoe dat allemaal ja, dan loopt. En dan hoef je dus niet per se zoveel transistoren te tekenen. Stel je moet 18 transistoren gaan tekenen. En dan zou ik zeggen 18 keer dit en dat. En beschouw alles als een stempel in de zin van unit transistor. Bijvoorbeeld ik kan zeggen ik heb een transistor. Dat noem ik gewoon A. Of een transistor met een oppervlakte van A0. En daar heb ik gewoon miljoenen ter beschikking. En dan kan ik daar zoveel stempelen en daarvoor zoveel stempelen en dan die configuratie maken van de stroombronnen die ik wil. Zo moet je naar kijken. Ja, als we eentje, zeg maar, laten we zeggen, we hebben een IRF van 250 microampère en we zijn dan transistors, daar willen we laten we zeggen 690 microampère. Ja, dat is lastig hè? Dat gaat lastig worden toch? Ja, nee, dat is niet lastig. 250, dat deel ik onder 250. Ja. Of door 25. Daarna doe ik het keer zit 69. Ja, oké. Okay. Ja. Dat is een manier. Dat is niet per se de enige manier. Dat is een luilak manier misschien. Ik heb geen zin in. Ik moet uitzoeken. Uiteindelijk gaat het alleen maar om verhouding van oppervlakte. Bij BET gaat het over de emitterjunctieoppervlakte. En bij MOSFET zometeen gaat het over de breedte-lengteverhouding oppervlakte. Of breedte-lengteverhouding tussen de ene transistor en de andere transistor. En ook dat kunnen we dus niet beneden doen. We kunnen alleen maar onze stoor van alles zetten. Nou, doe het helemaal alleen. Dat is gewoon toets. Toch, Wouter? Hoeveel transistor is het maximaal? 1 miljard. Wat je cash kan aankomen.
Zullen we het rustig doen, jongens? Ik weet dat het heel erg leuk is, maar toch even alleen. Probeer het helemaal alleen. Echt waar. Een beetje spannend. Nee. Het is allemaal gefitness. Het is nog steeds alleen, hè? Zeg je dat? Sparren is nog steeds alleen. Alleen tegen ons. Oké. Filosofisch afzien. Dat is te moeilijk allemaal. Dit is. Alright. Ga ik te hard of te langzaam? Sorry. Dat gaat goed. Oh, dat gaat goed. Heb je het opgelost, hè? Ergens? Mooi. We moeten toch een ander verder. Kijken. Ik snap dat je het niet aan het vinden. Ja, maar je hebt wel denk ik een connectie. Dat is wel jammer. Weer een puntje afdrukken. Oké. Wie zou hem eigenlijk dat bord voor willen doen? Lisanne? Ja, dit is gewoon. Ik wil even. Moet ik gooien? Kom maar even. Wesley gaat het doen. Oké, Wesley. Kom op dan. Kom op, Wesley. Kom op. Ik wil dat je het even netjes hier even toelicht en tekent. Oké? Okay? Hier is je pen. Ik kan niet op het bord. Jawel, je kijkt wel. We luisteren even naar Wesley Moemans. Ik denk dat de loop voor de rest van. Ja, maar je wordt opgenomen, dus je moet het goed doen, hè? Anders word je niet. Ja, word je op stage aangenomen, natuurlijk. Kom op. Als het goed is, dat ik het wissel. Ik kom voor streep. We luisteren ook Wesley Moemans. Ja? Streep. Ja, ik teken het ding gewoon over. Oké. Okay. Nee, dat mag niet. Prima. Ja, uit mijn hoofd ken ik hem nog niet hoor. Dus nu naar Duitsland. Oké, nou. Dan toch maar even terugpakken. Thanks. Ja. En dit stuk. Dan 4 keer. Dit stuk 4 keer? Nee, we gaan er niet 4 referenties. Nee, ja. Oké, okay, dus we moeten nog. Okay, dus dat is fijn, want dan kun je het even zien wat dan fout gaat. Ja, inderdaad. Ja. Dus maar gaan we. Daarom doe ik het. Want ik heb nog gehad. Die kant op. Ja, oké. Okay, ja. En dat dan 4 keer. Okay. Dit gedeelte. Moet ik het echt allemaal tekenen? Nee, maar je kan toch wel korter aangeven, toch? Compacter. Dat hebben we net besproken. Ja, nou, dat weet ik niet. Doe je dat compacter? Kijk, je kan gewoon dit weghalen. Ja, dat weet ik. Ja, dat is het antwoord. Nee, maar hoe je het opschrijft. Nou, je kan toch zo zeggen. We hebben het net over gehad. Ik heb het stempel blijkbaar niet goed uitgelegd. Je kan zeggen van, nou, ik heb gewoon een transistor. Nog een transistor, nog een transistor, nog een transistor. Dus 4 transistoren parallel. Ja. Je kan toch zeggen 4 keer een of andere transistor. Ja, oké. Ja, dat is oké. Nou, ga je dan. We luisteren nog steeds naar Wesley. Ja? Nou, en dan heb je dus dit gedeelte. En die doe je dan 10 A0. 10 keer A0. Ja, welke stroomrun heb je dan gemaakt? 500, oké. Okay. En de herinnering gaat nog zo hoog. Je hebt echt moeite. Ik doe niet zo vaak op een whiteboard. En dan ga ik het andere kant op. En dan heb ik nog een keer. Dankjewel. We gaan even kijken wat die fout is, of wat goed is.
Ga maar zitten. Nee, te laat. Je hebt alleen geleverd. Wat is hier fout? Mij lijkt het juist dat je je referentiestand moet terugschalen naar 50 milli. Nee. Micro. Nee, want je moet dus vier keer je IREF. Nee, je bekijkt het verkeerd, John. Het is niet dat we vier keer IREF hebben. We verdelen IREF in vier transistoren. Dat is de betekenis hiervan. En dan pak je dus eigenlijk één deel daarvan. Maar, of tien delen daarvan. Ja, dus het is goed. Maar dit is dan, hoeveel is dit? Is het goed? Zie je dat deze goed is? Ja, dus goed. Je schrok rood, hè? Heel goed. Maar je tekent wel een beetje onhandig, Wesley. Ja. Gaat het op het bord fout of gaat het papier ook fout? Nou, als goed is niet, nee. Maar je moet wel kunnen lezen natuurlijk. Oké, prima. Ja, maar het is onzin. Hoezo? Wat is onzin? Het is overbodig veel storen. Nou, ik heb hetzelfde voor wat hier is gebeurd. Ik heb hier een constante stroom van 200 microampère. Heb ik hier 50 microampère gemaakt en hier heb ik keer 4 of keer 10 gedaan. Ja, maar dan heb je een heel andere configuratie. Dan staat het twee transistoren op elkaar. Dan heb je een heel ander effect. Okay. Je wilt liever parallel hebben, dat dan een keer onafhankelijk controleert. Nu zijn ze van elkaar afhankelijk. Als daar wat gebeurt, gaat het ook effect hebben op de andere. De configuratie kun je wel doen hoor, want dan moet je heel goed ontwerpen. Het is moeilijk ontwerpen. Het gaat serieel en parallel. Ja, we hebben liever simpel. Jongens, 5 minuten pauzeer of zo. En dan weer door. Oké, stand by. We gaan nu kijken naar het effect van basisstroom. Die hadden we genegeerd. Dus het effect van basisstroom. Geen bijenstroom, hè? Basisstroom. Oké, dus ik pak weer het circuit. Het simpelste circuit. Dat is dus mijn stroombron. Hier heb ik nog wat ontwerpen. En ik heb hier, ik doe even wat groter, maar ik wil daarin tekenen. Ik heb de ene transistor zo, en de andere transistor heb ik zo. Ja. Oké. Dan pak ik even mijn rode pen. Dus hier is het IREF. Wat loopt hier doorheen? Nou, laat ik dat even IX noemen. Die splitsen in twee stromen, die kant op en die kant op. Wat is dit? Hier basis van de ene. Dus de I basis van die andere. Ik noem het even IB1. Die noem ik IB2. Oh, IB2. En dit is IC1. Oké? Dit is IC2. En we zeiden net, IC1 is gelijk aan IC2, omdat IC beschouwd was als IREF, omdat de basisstromen 0 was. Maar dat is niet waar. Wat is wel waar? Nou, je weet dat IB gelijk is aan collectorstroom deel door basis, door delta. Okay. Dus ik kan dat doen voor hem, en ook voor hem. Stel, ik heb bijvoorbeeld hier een of andere transistor met een bepaalde opvlakte, maar deze transistor bijvoorbeeld is n keer groter. N keer groter. Dus n kan een geel getal zijn natuurlijk. Geen negatief getal, positief. Dan gaan we nu kijken wat het effect is van die basisstroom. Ja. Dus we gaan een relatie vinden tussen de IC2 en de, zeg maar, de IREF. We krijgen zometeen IC2 is gelijk aan bla 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 keer IREF. En daarna kunnen we beoordelen als dat nou heel erg groot is, dan is dat een mooie benadering voor kopieeractie van de stroomspiegel of de current inlet. Nou, wat is dat? Nou, IB1 is gelijk aan IC1 delen door beta. Oké, die geldt. Iedereen mee eens? Ook geldt. IB2
is gelijk aan IC2 delen door beta. Iedereen nog maar mee eens? Dit is zo moeilijk allemaal, toch? Nou, dan gaan we het ietsjes spannender maken. IREF is gelijk aan IC1 plus IX. Want het is gewoon hier de vlakking. Maar IX weer op zijn beurt is deze en deze opgeteld. Dus we krijgen hier, doe ik even hieronder. Solverikee, iedereen eens? Wie is hier de draad kwijt? Niemand. Fantastisch. Is de stroom hier doorheen groter of is hier de stroom doorheen groter? Dus als je naar kijkt, als dit factor n keer groter is dan deze, is deze stroom nou groter dan die? Of is deze groter dan die? Dus is de collectorstroom van de Q1, dus deze dan, groter dan deze of is deze groter dan deze? Die rechter is groter. Is het twee? Ja, want N is groter dan 1. Ja, we beschouwen dat als zeg maar groter dan 1. Dus N is hier groter dan 1. Ja, en N is het element uit. Nou, goed, weer wiskunde. Oké, dat betekent dus dat wij dus hier een grotere stroom gaan krijgen. Wat kunnen we nog meer doen? Want eigenlijk wil ik het in termen van die n en in termen van de beta iets noteren. Want dan kunnen we het effect zien van aantal parallel transistoren die we hebben gezet en de beta. Dus als de beta bijvoorbeeld 500 is, bijvoorbeeld, dan heb je zo'n effect. Als de beta 50 is, dan hebben we zo'n effect. Dus dan kunnen we het effect van beta ook even zien. Dus wat moet ik hier allemaal gaan veranderen? Aan deze vergelijking. Die B1 en B2. Allemaal erin stoppen. Ja, dat gaan we maar even doen. Dan zeggen we dus, wat er geen zin in. Dus jij zegt van nou, dan kunnen we ook gelijk deze veranderen, IC1. Ja, met IB1 en beta. IB1 keer beta. Ja, wat is IB1 dan? Maar dan heb ik weer dat. Oh ja. We schrijven het eerst op. Ja? Dat zien we dan. Ja, heb je eentje opgeruimd, heb je weer een andere rotzooi. Dus het, ja. Het is helemaal niet makkelijk allemaal, maar goed, fijn. Ja, dit schiet al een beetje op. Iedereen mee eens? Okay. Wat kunnen we nog meedoen? Denk eens over na. Dit is n keer groter dan die, dus. Je kan de verhouding erin zetten, zodat je alleen maar IC1 over hebt. Ja, dus welke ga je dan veranderen? Want eigenlijk wil ik IC1, misschien moet ik dat even opschrijven, ik wil IC1 als functie van IREF, beta en n. IC2, pardon, IC2. Dat is het enige wat ik wil. Dus dat betekent, IC1 moet allemaal weg, toch? Ja. Dus wat is IC1? IC1 is gelijk aan ICT, tweede door. Wie is daar niet mee eens? Die zegt van, nou dat snap ik helemaal niks. Yes? No? Nee, ik hoor het niet. Je hoort het niet. Hanna zei, omdat dit één keer groter is, oftewel dit één keer kleiner is, moet de stroom hier doorheen één keer kleiner dan dat zijn. Dus als ik nou een uitdrukking moet hebben van IC2 in termen van beta, IREF en N, kan ik dus dit, want die wil ik weg hebben, kan ik zeggen, IC2 deel door N. Dat is IC1. Ja. Kijk, dat is bijna klaar. Nou moet ik even duwen en trekken en husselen. Dan komt er wat uit. Maar ik wil ook daar wat weghalen. Wat is dat dan? Dat is weer dezelfde vraag. Dan krijg ik hier IC2 deel door beta keer n. Ja, dat is gewoon. Dat weet u. Dat snap je niet. Daar heb ik vertrouwen in. Zo. Kijk, IC2, IC2, IC2. Nou.
voeg ik allemaal bij elkaar. Staat hier een haakje. 1 gedeeld door n plus 1 gedeeld door beta keer n plus 1 gedeeld door beta. En allemaal keer IC 2. Nou. Je kunt al zien, als de beta heel erg groot is, dan vliegen deze twee termen eruit. Zeg maar 100, 200. Dan blijft alleen maar 1 gedeeld door n over. Dat is eigenlijk wat we van tevoren al hadden gezegd. Zie je, dit klopt dus. Dus als je het nou doorwerkt en dan weer IC2 uitdruk in de rest, ja, dat is gewoon een beetje thuis uitzoeken, dan komt het dit uit. N gedeeld door 1 plus n plus 1 gedeeld door beta, keer hier recht. Nou, dan zie je hem nog. Dus wat zie je? Dus, niet IC2 is niet n keer dat, nee, het is nog een deel eronder. Als de beta dus heel erg groot is, dat kunnen ze eigenlijk hier schrijven. Als beta richting dus oneindig gaat, dan mag je zeggen, dan dubbele punt, IC2 is gelijk aan n keer IREF. En dan pas, alleen dat. Anders heb je wel een klein foutje. Misschien een grote fout, afhankelijk van je beta. Als de beta bijvoorbeeld 10 is, ja, dan kan het misschien al een percentage fout zijn. Maar beta van 10, dat kom je zo veel vaak voor, hè? Voor een signaal van een normale transistor. Voor power MOSFETs wel, hè? Voor power PET, dan kun je 50 hebben beta. Heel klein. Maar die hebben weer heel groot stroom weer. Dat is weer iets wat je meekrijgt. Dit kun je thuis even voor jezelf even doen. En dan is het gewoon een beetje wiskunde. Optellen, vermenigvuldigen, etcetera. Waar we helemaal goed in zijn. Nou heb ik een probleem met deze factorie, maar die wil ik eigenlijk verminderen. Dus ik wil hem eigenlijk verbeteren. Wat kan ik dan doen? Wat zou ik moeten doen? Nou, ik zou bijvoorbeeld willen zeggen dat de beta moet eigenlijk daar bijvoorbeeld meerdere keer voorkomen. Bijvoorbeeld 2 keer beta. Of beta kwadraat. Dat zou fantastisch zijn. Toch? Als ik nou deze formule heb, n gedeeld door 1 plus n plus 1 en dan deel door beta kwadraat, nou, dan is het helemaal nauwkeurig. Of beta tot macht 5. Helemaal fantastisch. Dus ik moet iets hebben dat maakt. Of 2 keer beta. Nog beter. Weet je wel, zoiets. 10 keer beta. 100 keer beta. Dus iets wat zeg maar, de tweede term onder de breuk zo klein mogelijk maakt. Daar hebben we een configuratie voor. Dat is dus wat we nou hierin gaan stoppen. Dat is dus het effect van de basisstromen reduceren. Dus niet gelijk nul maken, maar wel reduceren. Ja, ik zet hem hierboven. Gaat het weg? Is het nog opgenomen? Wat kunnen we dan doen, jongens? Want ik neem het even CPU over. Jullie kunnen even meedenken. Een beetje naar de handouts stiekem. Maar niet alleen maar zeggen van dat moet je zo doen, maar waarom? Waarom is het handig? Dat is ook een belangrijke vraag. Want dat het zo is, ja. Oké. Maar waarom? Dus dit is nou weer de goede oude transistor. Dat is de kopie, zeg maar, die we hebben. Dat is die n keer de een of andere manier de 0. Dit is die A0. En hier heb ik weer mijn. Nou, dat doe ik even wat langer. Hier heb ik mijn. Wat moet ik hier aan veranderen? Ik had net een uitdrukking, hè? Die kan ik ook hier nog een keer verschuiven. Dat was de IC2 is gelijk aan n gedeeld door 1 plus hier even. Wat zeg je? Basisstroomversterking. Oké. Dat gaan we doen, maar waarom zou je dat doen en waar ga je doen? Dus denk ik hier opening. Ja. Waarom doe je dat? Kun je dat toelichten? Dan vermenigvuldig je de basisstroom met beta. Vermenigvuldig je dat of deel je dat? Voor die onderstreep.
basis dan toch bij met deze grote. Wordt Bert een keer groot? Nou, we kunnen gewoon op de stromen langs hapen. Dat moet toch niks hebben. Dus hier heb je toch? Ja. Dit is de basisstroom van deze. Nou, wat heb ik dat genoemd? F. Dat is de IBF. Dat is QF, zeg maar. Deze loopt hier doorheen, wat is dat? ICF. Wat is dit? Dat is deze twee stromen samen. Dan moet ik bijvoorbeeld, ja, wat weer IX noemen. Deze is de IB1. Deze is IB2. Oké? Dus hier loopt die IRF en daar loopt de collectorstroom van de deze transistor. En, ja, dat is die kopie. Misschien moet ik er toch even C2 van maken. Laat ik het geen kopie noemen. C2 van maken. Nou, wat is dan eigenlijk hier het voordeel van? Jij zei, wordt groter, Bert, een keer groter. Nou ja, aan het vraag waar je vandaan kijkt natuurlijk. Ja? Bij IB1 plus IB2, Bert, hij is inderdaad IB... Maar wat is IRF nu? IRF is gelijk aan IC1 plus IBF, toch? IBF is op zijn beurt deze gedeeld door beta. Oh. Meens? Oké, okay. Wat is dit dan? Deze IC1. Niet slapen. IC1 plus IBF. Wat zeg je? IC1 plus IBF. Nee, IC1. Ik heb weer zo'n uitdrukking nodig. Hè? IC2 met N'tjes, beta's en IRF. Dus ik heb al die IC1 wil ik niet hebben. ICF wil ik ook niet hebben. Toch? Wat is ICF? De collectorstroom van deze, toch? Maar wat is dat eigenlijk? Ik wil eigenlijk naar de baas of naar de emitterstroom. Wat is IX? Dat is gelijk aan beta plus 1 gedeeld door beta keer ICF. Ja. Toch? Kijk maar. Die gedeeld door die is de basisstroom. Keer de beta plus 1 is de emitterstroom. Beetje, je moet het heel snel in herkennen. Ik snap dat het moeilijk is, maar het is wel handig. En dit is wat ik nodig had. Dus ICF is weer gelijk aan beta gedeeld door beta plus 1 keer IX. Dus die kan ik hierin stoppen. Dan ben ik van die gezeik af. Oké. Okay. Dus IC1 komt zo meteen wel, want daar hebben we nog geen oplossing gevonden lijkt. Dus beta. Ja, beta. Ja, dat is wel goed. Ja. Beta gedeeld door beta plus 1. En allemaal door weer beta gedeeld IX. Ja, ik heb gewoon de bovenkant. Ja, dit gewoon opvangen. Wat is dit dan eigenlijk? Boven brengen door beta gedeeld. Wat is dat? 1 gedeeld door beta plus 1. Hier die x. Oké. Okay. Oké, nou heb ik nog één probleem. Nog een goed probleem. Ik heb weer dat ik opgelost had. Joris, krijgen we hetzelfde probleem. Of Boris, toch? Boris. Boris was het, ja. Dus ik heb weer hetzelfde probleem. Kijk. Ik heb één opgelost en één probleem erbij gekregen. Maar dit is een minder groot probleempje. Want dit is weer verdeeld in deze twee stromen. Die zijn makkelijk. Dus je kan zeggen, IX is gelijk aan IB1 plus IB2. Wat is dat? Nou, dit is IC1, deel door beta. Dit is IC2, deel door beta. Dit is IC2, deel door beta keer N. En IC2, deel door beta. Moeilijk. Normaal niet. Natuurlijk niet.
Kijk. Dus ik heb in plaats van de IX, heb ik deze Joekel. Nou, dan kan ik hierin stoppen. Nog even IC1 even aanpassen. En dan is het klaar. Nou, na even een half uur werk. Dat heb ik thuis, hè? IC2, dat is deze stroom. Dan kom ik eruit. Dan kom ik uit op N keer. N gedeeld door. 1 plus. N plus 1 gedeeld door beta in het kwadraat. Keer IRF. Ah. Kijk. Dat was de factor die ik zocht. Niet per se factor, maar ik heb het al een van de beste gekregen wat ik wilde hebben. Want 2 keer beta is minder goed dan beta kwadraat. Want dat is 100, beta is 100, dan heb ik 10.000 daaronder staan. In plaats van 100. Maar 100 keer 100. Zie. Kun je thuis even doorwerken, husselen, trekken, duwen en dan probeer je dit. Dus op een toets, bijvoorbeeld als ik zeg ontwerp en dan wil ik het hier in beta mag 3 hebben, dan weet je hoe het moet. Iedereen wordt nu opeens zenuwachtig. Dat was niet heel moeilijk. Dat was niet de afspraak. Je kunt er een hele herlijn op geven? Nee, zo ingewikkeld ga ik niet vragen. Ik wou zeggen van... Ja, maar een geintje hoor. Zo ingewikkeld gaat het niet. Oké, we gaan even een beginnetje maken dan met MOSFET, current mirror. Want ik heb nu een continu BET behandeld en ik wil nu naar de MOSFET. Zo, voor mij echt moe man. Ja, ik voel echt gewoon stoom links, rechts, barbecue. Daar. Het is helemaal, echt heel, ja. Heel stil. Of hebben jullie van, dat wordt toch opgenomen, ik kijk wel zo meteen weer terug. Ja, wie zal dat ik dat laat publiceren? Voor mezelf. Oké, nou laatste kwartiertje jongens. MOSFET. Daar gaan we mee beginnen, MOS current mirrors. En dan volgende week gaan we daar weer verder. Laten we alvast de analyse maar even doen, hè? MOS en MOS. N staat voor N-channel. N-channel. En MOS current mirror. Gaan we daar even naar kijken. Oké. Nou, we gaan nu hier niet heel filosofie weer. Of die opstarten van waarom daar en welke hokje daar en welke gaan we doen. We weten dat we dus iets nodig hebben dat hierop lijkt. Zo, en hier hebben we weer dat referentie. Ik heb wel los van mijn rechter, is het goed. Hier. Oh, geen IC. ID 2 bijvoorbeeld. Ja? Ja, zelfde verhaal hè. Gewoon in plaats van BET heb ik nu MOSFET. Okay. Nou, dan kunnen we gewoon het hele business weer starten. En wat is dan het voordeel van dit ten opzichte van BET? Wat denk je, Ruben? Gate. Perfect. Dus we hebben gezeik met de beta helemaal niet hier. We hebben wel een ander probleem. Capaciteit. Ja. Zal het geven en nemen. Ja. Altijd. Dus we hebben hier dat probleem. Goed. Dus wat hebben we dan? We hebben hier de drain van de ene en drainstroom van die andere. En die zijn nu nagenoeg hetzelfde omdat de gate-stroom heel nauwkeurig nul kan worden gemaakt. Ja, op DC natuurlijk. Dus dan heb je eigenlijk hier het volgende. ID1 is wel gelijk aan KN1 van die ene. Keer VGS1 min VTH1 in het kwadraat. En ID2 is gelijk aan KN2 keer de VGS2 min de VTH2 in het kwadraat. Een aantal dingen zijn hier hetzelfde van die transistoren. VGS1 en VGS2. Ja, kijk maar. Deze spanning is gelijk aan
deze spanning. Want dit is PGS 1, dit is PGS 2. Dus of ik nou dit doe, dat doe. Dus ik kan het gewoon, bij wijze van spreken, weghalen. Dat is gewoon hetzelfde. Threshold van hem is hetzelfde als van hem. Ja, dus ik kan het ook weghalen. Wat blijft er hier eigenlijk over? Weer geometrie. Want Kn, wat was de Kn eigenlijk? Heel algemeen weer. Een half keer de mobiliteit van de elektronen, keer de coxidecapaciteit per meter. En dan dl, dat is de breedte en de lengte. Nou, die heeft het ook. Een aantal dingen gaan tegen elkaar weg. Nou, mobiliteit is mobiliteit, toch? Niet dat deze elektron sneller gaat dan van die andere. Dus mobiliteit, half, ja half. Oxidecapaciteit, dat kun je dus heel goed instellen als je matcht. Dus die zijn ook hetzelfde. Maar deze en deze kun je dus variëren. Nou, je hebt bijvoorbeeld technologie 0,18 micrometer. Nu is het natuurlijk veel hoger, of veel kleiner bedoel ik. Die lengte, hou je vast en dan ga je aan de breedte variëren. Dan kun je zeggen, dus door ID2 en ID1 te delen, heb je dus eigenlijk de verhouding van de ene delen door de verhouding van die andere. Dan heb je dus eigenlijk weer geometrie. Weer geometrie. Business. Stel je zou de L vast. Stel, L is gewoon constant overal. Dan is de W 2 gedeeld door B1. En zo heb je eigenlijk alleen maar de breedte die aanpast. Maak je dat bijvoorbeeld 10 keer breder dan die andere. Heb je dus 10 keer meer stroom. En zo zie je het eigenlijk ook weer. Eigenlijk hetzelfde verhaal als bij de BET. Maar daar is het eigenlijk de emitter, junctie, oppervlakte. Hier is het eigenlijk de breedte van de transistor. Delen door de lengte van de transistor. Ja, MOSFET is ook transistor. Ja. Sorry Niels, ik heb gelijk. Kijk, dit is een MOSFET, dat is heel bruut gezegd zo. Dit is de lengte. Dit is de breedte. Okay. En hier is de dikte, dat noemen ze wel T-ox. Dikte van de oxidelaag. Je hebt hier oxide, hè? Gewoon echt oxide, siliciumoxide. Hier is de gate, dit is de verhaal. Maar dat is allemaal naar binnenkant. Gaan we even kijken. Dus dit is eigenlijk een verhaal. Dus weer een heel stabiel stroombron. Kun je het naar beneden maken? Nee. Maar je kunt wel de transistor weer parallel zetten. Dat is het hele verhaal. Je kan wel zeggen, ik heb stempel, nog stempel, nog stempel. Die. En dan heb je het groter of kleiner. Goed. Nou. Volgens mij ben ik wel met mijn verhaal klaar. Dan kunnen we volgende keer naar de hoek kijken. Maar we kunnen wel volgende keer naar een ontwerp kijken. Met dit als herhaling. En dan kunnen we daarna, want dat is ook nog wat we moeten doen. We gaan naar een wat geavanceerde stroombronnen kijken. Zoals Whittler, Wilson, current source. Dus twee stroombronnen gaan we nog doen. Dat is de Whittler. Ik zal het wel even inlezen. Handout. Whittler en de Wilson. Deze twee. Dit is allemaal de WI. Whittler. Ja? En we gaan een vergelijking maken tussen deze en de standaard current mirror. Waarom deze nou eigenlijk beter is. En waarom deze weer beter is dan deze weer. Etcetera, etcetera. Nou, tot de volgende keer. Bedankt voor je aandacht. Ik hoop dat het nog wel... Is het moeilijk? Nee, toch? Oké. Okay.